Hey babes, thank you so much for tuning in. If you do not speak Dutch, please do not forget to turn on subs, because this video will be in Dutch. Als het goed is, weet inmiddels iedereen op mijn kanaal dat ik zwanger ben. En jullie hebben mij echt overdonderd met zoveel liefde. Onder de video's, in mijn inbox, in mijn WhatsApp, in mijn mail, echt overal werd ik overspoeld met liefde. So thank you so much for that. Het was heel overweldigend, maar zeker op een positieve manier. Ik kreeg heel veel reacties van mensen dat dit echt iets was wat ze helemaal niet zagen aankomen of helemaal niet hadden verwacht toen ik zei dat ik een speciaal project ging lanceren. Wat ook precies de bedoeling was natuurlijk, want ondanks dat ik het niet per se een project wilde noemen, want het gaat om een zwangerschap, niet om een project, moest ik het wel op deze manier doen. Want als ik had gezegd dat het een announcement was of een hele leuke aankondiging, dan zouden mensen sowieso al heel veel gaan speculeren en dat is wat ik juist wilde voorkomen. Dus dat het out of the blue kwam, daar ben ik stiekem wel blij mee. Maar ik snap dat het ook heel veel vragen opwekt bij jullie, dus vandaag ga ik een pregnancy Q&A doen. Er zijn echt onwijs veel vragen binnengekomen, dus ik heb voor mezelf een lijstje gemaakt die ook nog best wel groot is. So it's gonna be a long video, prepare for that. Pak je snacks, pak je drinken, pak een deken, het is koud. Ga er lekker bij zitten en dan ga ik gewoon zoveel mogelijk vragen beantwoorden voor jullie. Voordat we beginnen met de vragen wil ik laten weten dat ik inmiddels dus een announcement video heb gepost. Een pregnancy vlog en een video waarin ik laat zien hoe ik erachter kom dat ik zwanger ben en hoe ik het vertel aan mijn loved ones en aan Felix. Daar is ook al best wel veel info in te vinden over hoe ik erachter kwam, wat ik daarbij voelde, et cetera. Mocht je echt een beetje een beeld willen bij die antwoorden, want ik ga ze alsnog wel beantwoorden in deze video, zodat alles gewoon in één video zit voor jullie. Maar mocht je er echt beeld bij willen hebben, dan raad ik je zeker aan om die video's even te bekijken, want die video's zijn echt gecreëerd vanuit mijn hart en de beelden zijn gewoon heel magisch en versterken de woorden alleen maar meer. So, don't forget those. Ik kreeg alle vragen natuurlijk door elkaar in een lijst op mijn Instagram story binnen, dus ik heb ze voor mezelf even in categorieën gezet om het iets meer overzichtelijk te maken. So let's start with de weg naar zwanger worden. Was het een geplande zwangerschap? Felix en ik kennen elkaar inmiddels bijna 6 jaar. Dat betekent dat we ook bijna 5 jaar samen zijn. En we hebben in het begin van onze relatie sowieso al heel veel met elkaar gepraat over willen we allebei kinderen. Dat wilden we allebei heel erg graag. In die gesprekken werd ook duidelijk dat ik het niet erg zou vinden om jong moeder te worden. En jong is in mijn ogen dan, ja, 23, 24. Maar het was niet alsof we dachten, nou op die leeftijd moet het echt gebeuren. Ik was bezig met een studie en we zeiden wel tegen elkaar, misschien is het gewoon handig als je je diploma hebt, kijken hoe we ons dan voelen en dan beginnen met proberen. Ik ben toen aan het einde van mijn 3e jaar gestopt, dus mijn 4e jaar heb ik nooit gedaan. En wij zouden dus al na dat 3e jaar kunnen beginnen met het proberen. Maar we voelden die rush gewoon niet. We waren allebei in dat jaar heel erg gefocust op onze carrière en gewoon heel veel met elkaar bezig. Het voelde helemaal niet alsof we dachten, nou, omdat ik nu een jaar eerder dus die vrije tijd heb, gaan we het ook gewoon een jaar eerder doen. Het was ook niet dat we daarover twijfelden. Het voelde gewoon de juiste keuze om er gewoon nog niet aan te beginnen. Op een gegeven moment besefte ik ook dat dat ook wel de juiste keuze was, omdat ik gewoon nog van best wel veel moest helen, van trauma's en er gebeurden ook best wel veel nieuwe dingen in mijn leven die ik moest verwerken. Dus uiteindelijk was ik zelf wel heel blij dat we er niet aan waren begonnen. En dit jaar gingen wij in mei op vakantie naar Zakynthos. Ik bleef daar 5 weken en Felix bleef daar 3 weken. Wij zijn daar zo erg tot rust gekomen. En ja, ik weet niet hoe je dat kan omschrijven. Maar er is gewoon een bepaald gevoel wat je voelt in een relatie. En in het begin is dat natuurlijk heel veel verliefdheid. Je bent gewoon gek op elkaar. Je bent hoog tot de boten op elkaar. Maar op een gegeven moment groeit dat echt naar heel erg houden van. En ik had niet gedacht dat dat houden van alleen maar meer en meer en meer en meer kon worden. Maar dit jaar voelde ik gewoon weer een hele overvloed aan liefde voor hem. En ja, we zaten gewoon allebei op een hele goede plek in ons leven. Mentaal gezien en eigenlijk alles gezien. Werk ging goed. Ik voelde me heel stabiel als het ging om mijn trauma's en het verwerken van dingen. En financieel gezien ook niet heel onbelangrijk. Dus wij zeiden allebei op vakantie tegen elkaar, weet je wat?
Als we terug zijn, dan gaan we er gewoon rustig aan beginnen. We gaan elkaar niet dwingen. We gaan niet plannen wanneer we met elkaar naar bed moeten. We gaan het gewoon proberen. En dan zien we wel wat er gebeurt. Dus in die zin was het zeker een geplande zwangerschap. We wisten alleen niet dat het zo snel zou gebeuren. Ik ben letterlijk binnen 1,5 maand zwanger geworden sinds dat we dat hadden besloten. En dan moet ik er ook bij zeggen dat we niet heel veel seks hebben. Dus dat het zo snel gebeurde was... Ja, het was gewoon eigenlijk in 1 keer raak, om het zo maar te zeggen. En dan moet ik er ook bij zeggen dat... niet elke dag seks hebben of niet elke week seks hebben in je relatie... zeker niet slecht hoeft te zijn. We vinden het allebei heel erg belangrijk dat we allebei zin hebben in het moment... We allebei ons volledig kunnen geven en echt de tijd kunnen nemen, zodat we ons allebei satisfied voelen. Dus dan komt die kans gewoon iets minder aan bod in een maand. En eigenlijk hebben we daar allebei vrede mee. Het is ook niet dat ik er meer behoefte aan heb. We halen heel veel liefde uit andere dingen, zoals gewoon lekker met elkaar liggen of met elkaar naar een film kijken. Met elkaar eten, met elkaar zijn, dus... No worries, dat zit verder helemaal goed. En de volgende vraag is dan, was het moeilijk voor je om zwanger te worden? Het was dus niet moeilijk voor mij om zwanger te worden, not at all. En dat laat me heel erg blessed voelen, want er werd ook wel vaak gevraagd, was je angstig om het idee dat je misschien niet zwanger kon worden? Heb je dat ooit gedacht, dat je niet zwanger kon worden? Ik heb die gedachten zeker wel gehad, ja. Want in mijn leven heb ik aardig wat testjes gedaan. Omdat ik dan dacht, ja, dit was hem. Dit was niet de bedoeling, maar het is toch echt gebeurd. En dan was ik niet zwanger. Dus ja, het is zeker een blijvende gedachte geweest van... Kan ik wel zwanger worden? Ik wil heel graag kinderen, maar wie zegt dat ik kinderen kan krijgen? Maar het was niet overheersend dat ik dat echt als angst ervaarde of als hinderblok. Hinderblok? Struikelblok. Het zat me niet zo dwars. Het popte wel eens in mijn gedachten, maar het is niet dat het de boel overnam of zo. Wanneer voelde je dat je klaar was voor kinderen? Nou, ten eerste denk ik dat je nooit echt klaar bent voor kinderen, omdat je ook gewoon geen idee hebt wat het nou eigenlijk inhoudt om moeder te zijn, om vader te zijn, om samen ouders te zijn, om een kind op te voeden, op de wereld te zetten. Je weet gewoon niet wat dat betekent totdat je het meemaakt. Dus ik denk niet dat je ooit kan inschatten of je er echt klaar voor bent. Maar wat ik zeg, na die vakantie voelden we ons allebei gewoon zo at peace en stabiel. En dan heb ik het dus niet alleen over met elkaar, maar ook gewoon mentaal, individueel. Waardoor het ons een heel mooi moment leek. Misschien een brutale vraag, maar voor het zingen de kerk uitgaan is toch nooit betrouwbaar? Deze vraag, ik weet waar die vandaan komt. In mijn video waarin ik dus laat zien hoe ik erachter kwam dat ik zwanger ben en hoe we het aan onze loved ones vertelden, zeg ik de zin, nu was het tijd om niet meer voor het zingen de kerk uit te gaan. Ik zal daar even een beetje context bij geven, want ik heb het misschien een beetje verkeerd verwoord. Maar ik vond het niet heel, het was een hele mooie ontroerende video, dus om nou echt te gaan zeggen... Nu was het tijd om in mij te komen of in mij te blaffen. Dat leek me niet heel erg gepast. Vond ik niet echt bij de vibe van de video passen. Dus ik zei het op deze manier. Want ik ben in het begin van onze relatie eigenlijk altijd aan de pil geweest. Inmiddels ben ik dat al 2,5 jaar niet meer. En in die 2 jaar heb ik altijd aan het bijhouden van mijn temperatuur... En het bijhouden van mijn afscheiding gedaan. Het is gewoon dat je op een natuurlijke wijze bijhoudt wanneer je het meest vruchtbaar bent, wanneer je ovuleert. En dat werkte voor mij gewoon heel goed, omdat ik heel veel vertrouwen had in mijn lichaam. En ik wilde gewoon geen hormonen meer in mijn lichaam. Maar, en nu komt de betekenis van de zin dus. Felix komt nooit in mij klaar. Eigenlijk vanaf het begin van onze relatie niet. Het is heel weinig voorgekomen dat dat gebeurde. Omdat ik er heel veel last van heb. Het doet mij gewoon pijn. Het gaat branden. Ik kan daarna echt wel 1/2 uur onder de douche zitten met die kraan op mijn vagina. Omdat ik gewoon zoveel pijn heb. Dus het gaf een hele nare nasmaak aan seks. En vooral in de periode dat ik ook best wel moeite had met het hebben van seks. Door bepaalde trauma's en...
door me liegen, was het al helemaal niet fijn om dat dan er ook nog bij te hebben. Dus met die zin bedoelde ik dat het eindelijk tijd was om in mij klaar te komen, omdat we dat dus nooit deden. Want inderdaad, voortzingen de kerk uitgaan, dat is zeker niet betrouwbaar. Dan gaan we naar de categorie het moment dat ik erachter kwam. Hoe kwam je erachter dat je zwanger was? Er zijn een paar momenten in mijn leven geweest dat ik wist, oké, mijn intuïtie is gewoon fully spot on. Ik weet zeker dat ik gelijk heb. Dit is een bepaalde stem in mij die mij gewoon volledig aligned op het juiste pad stuurt en zegt, dit is wat er nu gebeurt. Ik weet nog dat ik op een nacht om 5 uur 's nachts wakker schrok. Ik schrok echt wakker, dus ik zat ook gelijk overeind in bed. Ik keek naar de muren om me heen en ik dacht, ik ben zwanger. Oh mijn god, ik ben gewoon zwanger. Ja, ik voelde het aan alles in mijn lichaam. Het schreeuwde gewoon, je bent zwanger, je bent zwanger. En nogmaals, Felix en ik planden niet wanneer we seks moesten hebben. Ik hield ook niet meer die app bij, waarbij ik dus mijn temperaturen invoerde. Dus het was ook niet dat ik kon zien wanneer ik het meest vruchtbaar was. Of wanneer mijn eisprong was. Ik hield helemaal niks meer bij. Het was gewoon puur een gevoel wat ik had. Waardoor ik eigenlijk zeker wist, ja, ik ben gewoon zwanger. Ik hoef die test bijna niet te doen, want dit gevoel is zo sterk. Ik heb toen toch die test gedaan om 5 uur 's nachts in mijn eentje. En die kwam er negatief uit. En dat was wel echt even een soort knik in mijn, ja, ik denk gewoon wel mijn ego. Ik vond het zo gek dat mijn intuïtie me zo erg in de steek liet. En ik dacht, ja, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Dus toen ging ik nadenken en dacht ik, nou, misschien ben ik gewoon te vroeg. Wanneer was ook weer de laatste keer dat ik met Felix naar bed ben geweest? En dat was ongeveer een week geleden. Dus ik dacht, nou, dat kan ook nog wel echt te vroeg zijn om te testen. Dus ik laat het gewoon voor wat het is. 1 week later, precies, zat ik met Felix hier op de bank. En toen zei ik, ach, mijn borsten doen zoveel pijn. Ik voel me een beetje anders dan normaal. Ik kan het niet helemaal plaatsen. En toen zei hij, moet je niet gewoon even een test doen nu? En toen dacht ik, maar ik moet morgen ongesteld worden. Dus ik kan of een dag wachten of gewoon een test doen. Felix ging toen roken. Dat doet hij altijd in zijn studio, dus dan gaat hij gewoon helemaal een andere kamer in. En toen dacht ik, nou ja, weet je, ik ga wel gewoon een test doen. Want om nu gewoon nog een hele dag te wachten is best wel lang. En toen deed ik de test en stond er meteen zwanger. Wel met een zandlopertje, dus zij was nog echt de tijd aan het berekenen. Maar er stond echt binnen no time zwanger. En ik geloofde het eerst niet. Ik dacht dat de test stuk was. Ik dacht, misschien heb ik er te veel overheen lopen sproeien of zo. Dus ik deed er nog één en er kwam bijna geen plas meer uit me. Ik heb echt 3 druppels, als het niet minder was, op die test laten vallen. Dus ik dacht nog, nou, dit is nooit genoeg. Maar ook direct weer zwanger. Ja, en dat is toch wel echt, ja, dat was een van de mooiste momenten in mijn leven. Om dat te voelen, de adrenaline die schoot door mijn lijf heen. Mijn hart ging tekeer. Het is bijna onbeschrijfelijk. Ik weet bijna niet wat ik er voor woorden aan moet geven. Omdat het gewoon zoiets iets puurs is. Omdat het begon met mijn intuïtie zegt dat ik zwanger ben. En een week later kon ik ook echt bevestigen dat ik zwanger was. Dus dat was echt heel magisch. Wat was je allereerste zwangerschapskwaaltje en welke heb je nu allemaal? Nou, het allereerste wat ik dus wel echt voelde waren mijn borsten. Heel duidelijk. Ik weet dat als ik voordat ik ongesteld word ook best wel pijn aan mijn borsten heb. Maar niet op deze manier. Ze waren echt heel gespannen, heel opgezet. Mijn tepels waren heel gevoelig en ik heb hele gevoelloze tepels juist. Dus ik merkte gewoon, ja, dit is anders. Dit is anders dan ik gewend ben. Dus dat was wel echt mijn allereerste zwangerschapskwaaltje. Ik moet ook zeggen dat ik, ja, best prikkelbaar was. Ik had niet hele erge mood swings, maar ik was gewoon best wel prikkelbaar. Ik kon nog sneller huilen om dingen dan dat ik normaal al deed. Maar het was niet dat ik ineens uit mijn slof schoot en hele erge huilbuien had of hele erge mood swings. Dat gelukkig totaal niet. En dat heb ik nog steeds niet. Het is gewoon dat ik een stuk emotioneler ben en dat
ben ik al van mezelf. Maar dat hoeft niet iets heel slechts te zijn. Ik vind het eigenlijk alleen maar mooi. Want als ik gewoon lang over de baby nadenk. Of als ik tegen de baby praat. Of als ik over mijn buik voel. Nieuwe dingen lezen over de baby. Een echo zie. Ja, dan schiet ik al vol. Ik vind het eigenlijk alleen maar mooi dat er zoveel emotie bij komt kijken. Omdat het gewoon allemaal nieuwe... Het is een nieuwe lading aan emoties, letterlijk. En heel veel liefde wat op me afkomt en wat ik echt vanuit mijn hart voel. Ik leef gewoon nog meer vanuit mijn hart nu wat ik al deed. En ik zie het emotioneel zijn, dus zeker niet als iets negatiefs. Wat mindere kwaaltjes zijn dat ik best wel bandenpijn nu al heb. Pijn aan mijn heupen. Toen ik 5 weken zwanger was, gingen we naar Parijs toe. Dus toen hebben we best wel wat gewandeld. Op een gegeven moment ging het lopen gewoon niet meer. Omdat ik voelde mijn heupen als het ware schuren tegen mijn huid. Althans, zo voelde het. Dus dat was heel onwennig. Verder is de misselijkheid... I don't even have the words. Ik weet nog dat ik voor mijn zwangerschap wel eens misselijk was en dacht... Als ik dit straks 9 maanden heb... I don't even know how to survive. Echt niet. Ik zeg al mijn hele leven dat ik buikpijn en misselijkheid de 2 naarste dingen vind om te voelen. Dus die misselijkheid, ja, die was wel echt heel zwaar in het begin. Ik werd wakker en ik moest gelijk overgeven. Als mijn buik ook maar een beetje leeg aanvoelde, moest ik gelijk weer overgeven. Als ik iets rook wat me niet aanstond, nou, dan ging ik al bijna. Als ik het had over iets wat me misselijk maakte... Ja, je hoort het. Alles maakte me misselijk en alles liet me overgeven. En ik vind overgeven een heel naar en best wel eng iets. En ik dacht dat iedereen dat vond. Totdat ik Felix leerde kennen en die doet gewoon heel makkelijk een vinger in zijn keel als hij misselijk is. En die zegt dan, ja, dan ben ik er van af. Ja, ik ben dus niet die persoon. Ik stel het overgeven echt zo lang mogelijk uit. Omdat ik het echt, echt heel naar vind. En ik zit nu ook elke keer dat ik boven de wc hang, dan stik ik bijna in mijn eigen uitwerpselen. En ja, ik moet elke keer weer huilen. Ik vind het gewoon echt niet chill. Dus ik hoop stiekem dat de misselijkheid snel wat minder wordt. En een ander kwaaltje is natuurlijk mijn ijzertekort. Dat is wel even een probleempje geweest. Want een normale HB-waarde voor een vrouw is volgens mij rond de 11. Ik heb een 3. Dus mijn verloskundige zei op een gegeven moment ook dat ze het gek vond dat ik nog overeind kon staan. En de dokters bleven dat ook maar tegen me zeggen. Maar het werd op een gegeven moment ook wel heel moeilijk om mijn dag gewoon door te komen. Dus ik sliep en slaap nog steeds heel veel. De vermoeidheid is gewoon heel intens. En ik denk wel iets wat heel erg wordt onderschat. Want in het begin heb je natuurlijk nog geen buik. Je ziet nog niet dat je zwanger bent. Dus als je dan zegt, ik ben zo moe. Dan denken mensen echt, yo... Stel je niet zo aan, je hebt nog geen eens een buik. Dus het voelt allemaal nog niet zwaarder. Je bent gewoon nog practically the person you were before you were pregnant. Dus stel je niet aan. Want zelfs ik had die gedachte een beetje soms als mensen zeiden... Ik moet nu al veel plassen of ik ben nu al zo moe. Want ik wist niet dat dat werd gecreëerd door het hormoon wat je nu dus... in je lichaam krijgt en door je lichaam giert. Dus dat is zeker wel iets wat ik een beetje onderschat heb. Dat je je zo vermoeid voelt in het begin. En daarbovenop kwam dus ook nog mijn ijzertekort. Dus die moeheid was gewoon heel intens. Verder jeuken met tepels. Enorm. Maar voor de rest gaat het eigenlijk heel prima. Heb je specifieke cravings? Ik heb dus geen specifieke cravings. Nee. Ik moet zeggen dat ik in het begin van mijn zwangerschap, dus echt het eerste trimester, heel veel behoefte had aan Asian food. Ik wilde eigenlijk de hele dag ramen eten en mihoen en noedels. Toen kwam er een periode dat ik dat echt niet meer kon uitstaan. En nu verschilt het echt van dag tot dag. De ene dag wil ik echt pasta, de andere dag wil ik echt rijst. En als ik daar dan ook zin in heb, dan moet ik dus niet wat anders gaan eten, want dan word ik misselijk. Dus het is niet dat ik een specifieke craving heb, maar het is wel dat mijn lichaam heel duidelijk per dag aangeeft... waar ik behoefte aan heb. Dan moet ik wel zeggen dat Vee en ik elke avond lekker sinaasappeltjes, golden kiwi en appel eten. Standaard. Elke avond die 3 dingen in bed samen. En dat is toch wel heel erg fijn. Dat is wel iets waar ik elke dag ook weer naar uitkijk. Dus ja, misschien dat je dat wel een craving kan noemen. Of het is gewoon omdat het een beetje traditie is geworden en ik het heel lekker vind. I don't know. Maar het is wel iets waar ik heel erg van geniet. Wat is iets wat je voorheen altijd hoorde over zwangerschap, maar nu pas echt begrijpt? The amount of love die er vrijkomt. En het klinkt heel cliché, maar ik heb
ineens zo'n ander beeld over mezelf en de liefde naar mezelf toe, de liefde naar Felix toe en de liefde naar de baby toe. Ik dacht dat ik echt een soort pro was in self-love, omdat ik mezelf volledig accepteer. Ik heb eigenlijk geen last van echte onzekerheden die me heel erg dwars zitten. Als ik in de spiegel kijk, ben ik mega tevreden of ik nou gedressed ben of niet. Ik zit gewoon heel erg lekker in mijn vel. Dus ik dacht dat ik super pro self-love was. Maar nu voel ik dat nog 1000 keer sterker. Het is dat ik naar oude onzekerheden kijk en denk, holy shit, dat ik dat ooit heb gevoeld, is echt heel sad en zo onnodig. Because my body can make a fucking human. Er valt gewoon ineens nog meer op zijn plek en dat ik denk, ja, het draait ook gewoon echt niet om hoe je eruit ziet. Tuurlijk is het leuk om je meatpack, om het zo maar even te noemen, op te leuken met leuke kleding, een make-upie. Dan kun je nageltjes doen. Nou, ik vond sproetjes leuk. Dat was een leuke versiering voor mijn huid. Maar het draait daar uiteindelijk allemaal niet om. Ja, het is heel cliché. Maar de zelfliefde voor mezelf is dus enorm gestegen. Mijn liefde naar Felix is enorm gestegen. Ik kijk naar hem en ik denk, ik heb een kind met jou gemaakt. We hebben samen een kind gecreëerd. Een liefdesbaby, letterlijk. Gewoon a beam of light groeit er in mij, omdat wij dat samen hebben gecreëerd. Het is een hele andere soort verliefdheid die ik nu voel dan dat ik eerst voelde. En ja, ik moet alweer bijna huilen. Ik hou gewoon zo erg veel van hem en ik waardeer hem zo erg. En ik had dit gewoon met niemand anders kunnen en willen doen. En dan de liefde die ik nu al voel, nu al, voor mijn baby, terwijl ik hem of haar nog niet eens heb ontmoet. Ik kan er nu nog niet veel over zeggen, maar ik denk dat ik super veel ga huilen als ik ben bevallen. Again, in a positive way. Want de liefde die ik nu al voel is gewoon, ik kan het niet meer kwijt. Het is gewoon te veel of zo. En dat zal alleen maar groeien als ik hem of haar natuurlijk zie. Dus het voelen van die liefde maakt het voor mij nu zo makkelijk om in mijn hart te droppen en vanuit mijn hart te leven. En ik denk dat dat wel echt een manier is om te leven, omdat je dan niet zo in je gedachten zit en je niet te veel piekert over dingen. It's a lot, ja. Maar I'm taking it all in. Ervaar je onzekerheid of het nog wel goed gaat met de baby's tussen de echo's door? Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik moet zeggen dat ik op de dag zelf van een echo dan ineens een gedachte krijg van, oeh, we horen zo of het goed zit of het niet goed zit. Maar voor de rest van de tijd denk ik daar eigenlijk helemaal niet over. Ik denk omdat ik gewoon heel veel met de baby praat en heel veel fantaseer over de baby, heel veel visualiseer over de baby. Dus het voelt alsof hij of zij er eigenlijk al een beetje is. Of gewoon de hele tijd is met mij. Waardoor er ook niet echt ruimte is voor de angst dat hij of zij er gewoon niet meer is. Ik voel me gewoon heel erg aligned. Het voelt alsof alles helemaal op zijn plek zit en het meant to be is om deze baby gewoon vast te houden in mijn handen, helemaal gezond en wel. En ik geloof dat heel veel moeders dat hadden en het dan toch verkeerd uitpakte. Maar ik wil daar gewoon niet te veel over nadenken of bij stilstaan, want ik voel nu die angst niet. So why would I create that fear? Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Dus nee, ik voel me eigenlijk wel gewoon heel kalm. Dan het kopje veranderingen. Zijn jullie van plan om te verhuizen? Jullie hebben mij al hier en daar het woord bezichtigingen horen zeggen in de vlogs. Dus ja, wij zijn inderdaad van plan om te verhuizen. Het heeft meerdere redenen. Maar de main reason is toch echt wel dat we dan lekker een huis hebben met een babykamer. En een studio voor Felix apart van huis. Ik denk dat dat voor hem en ook voor mij en het kindje straks toch wel heel fijn is. Zodat wij geen last hebben van het geluid of van mensen die over de vloer komen. Want ook al komen de artiesten hier bijvoorbeeld niet binnen, het is toch een energy die door dezelfde voordeur gaat. En ik voel dat toch wel. Ik heb ook wel vaak het gevoel dat ik de ruimte moet reinigen. Omdat muziek een heel... muziek is ontlading. Dus als jij bijvoorbeeld teksten schrijft of jij creëert muziek, er zit heel veel emotie bij die je achter kan laten in een kamer. En ja, dat voel je gewoon als je Felix de studio inloopt. Dus ik vind het toch wel fijn als dat gescheiden is van huis, als we nu een baby krijgen. En ik zou het heel fijn vinden om een aparte babykamer te hebben. Natuurlijk hoeft dat niet.
kijk, als het niet lukt, dan blijven we gewoon hier. En dan slaapt hij of zij gewoon lekker bij ons op de kamer. Maar ik zou het wel heel leuk vinden. Dus ja, wij zijn zeker van plan om te verhuizen. Moesten je table piercings eruit? My nipple piercings are out, people! Ja, ik heb die al vrij snel eruit gehaald. Mede dus omdat mijn borsten gewoon, wat ik al zei, zoveel pijn deden. Zo erg op knappen stonden. Mijn tepels werden heel gevoelig. Dus nou ja, alles wat er langskwam voelde gewoon vervelend. Daarnaast dacht ik al een tijdje over na om ze eruit te halen. Want ik heb ze al 8 jaar. Dus dit was gewoon een mooie tijd. Ja, het voelde in het begin een beetje gekkig. Ik moest even wennen. Maar ik dacht dat ik heel anders naar mijn borsten zou kijken. Want ik heb ze en gezet omdat ik het gewoon super sexy vind. Maar ook omdat ik ingetrokken tepels had. Dus ik dacht, nou, misschien komen ze er dan uit. Misschien worden ze dan ook gevoeliger. Ze kwamen er zeker uit. Ze werden niet gevoeliger. Ik dacht dus nu, nou, als ik ze er nu uithaal, dan gaan ze weer naar binnen. Dat is niet gebeurd. Ze zijn er nog steeds uit. En nou ja, wat ik net al zei. Ik heb zoveel nieuwe liefde voor mezelf, voor mijn lichaam gekregen. Dus ik vind mijn borsten echt prachtig. Alleen maar mooier nu. Merkt Mushi iets van de baby? Ja, dit is wel een grappige, want wij weten het niet helemaal zeker. Ik moet zeggen dat hij telkens vaker bij mij komt liggen. Of op mijn buik komt liggen. Of over mijn buik heen loopt als ik op de bank lig. En dat deed hij voorheen nooit. En hij is echt wel een hondje van zijn eigen space. Hij wil ook altijd alleen liggen. Dus it might. Hebben jullie nog steeds seks? Well, of course we do. Het zou een beetje gek zijn om nu 9 maanden ineens geen seks meer te hebben, toch? Wat ik voorheen al zei, heb ik best wel een periode gehad waarbij ik het moeilijk vond om seks te hebben. Door trauma's en door de pijn die ik ervaarde. En Vee en ik hebben daar heel veel werk in gestopt om gewoon daar weer een compleet fijn gevoel bij te hebben. Dat ik ook echt met trots kan zeggen dat deze baby echt gecreëerd is vanuit liefde. Ik weet ook nog precies wanneer het was. There was a lot of love. Nul pijn, nul stress, nul opgebracht trauma. Dus het is echt een love baby. Sinds ik zwanger ben, merk ik eigenlijk dat het alleen maar makkelijker is om seks te hebben. Mijn libido is hoger. En ja, als je nog meer liefde voor elkaar voelt, dan wordt dat automatisch natuurlijk ook nog meer liefdevoller. Dus ja, we still have sex. Hoe voel je je over het feit dat je lichaam verandert nu je zwanger bent? Eigenlijk heel erg goed. Hoe groter de buik wordt en hoe meer veranderingen ik zie, hoe mooier ik me voel en hoe meer powerful ik me voel en hoe at home ik me voel in mijn lichaam. Je merkt gewoon echt dat een vrouw hier gewoon echt voor is gemaakt. Eigenlijk ben ik er alleen maar blij mee. Ik heb op dit moment nog geen streamen. Als die wel komen, ja, dan hoort dat er ook maar bij. Weet je, nogmaals, dit lichaam is het huis van mijn kind. Waarom zou ik me dan druk maken om een paar kilo's die erbij komen of stretch marks? I don't fucking care. Echt niet. I'm creating life, people. Oh mijn god. I'm creating life. Ben je extra angstig nu je zwanger bent omdat je niet wilt dat de baby iets overkomt? Dus ben je extra alert? Nou, dit klinkt misschien alsof ik echt geen fok geef of zo. Maar nee, ik voel me echt zo at peace. Het is heel gek, want ik was voorheen echt wel een control freak. Met sommige dingen ben ik dat nog steeds wel hoor. Maar ik was eigenlijk altijd wel benieuwd hoe dat dan zou zijn in een zwangerschap. Dat ik veel zou piekeren of dat ik veel op de feiten vooruit zou lopen. Dat ik me constant druk zou maken. Maar nee, gewoon echt niet. Ik kijk het een beetje van dag tot dag. Er komt superveel op je af en er is gewoon heel veel info beschikbaar. Maar ik probeer het gewoon lekker per week te bekijken. Dus ik ga niet nu al kijken hoe ik me bij 30 weken zou moeten voelen. Of wat ik dan zou moeten geregeld hebben. We doen het lekker week per week. Het is echt al veel zat. En dat werkt voor mij. Hoe vind je het om een kindje te krijgen in de tijd waar we nu in leven? Maak je je daar zorgen om? Idem dito eigenlijk ook niet. En dat klinkt misschien heel gek. Omdat het wel iets heel groots is waar we nu mee te maken hebben. Maar ook met dat denk ik. En niet iedereen gaat dit begrijpen. Maar ik geloof heel erg in het creëren van je eigen realiteit. Alles wat je aandacht geeft groeit. Dus hoe meer ik me focus op hoe ga ik mijn kind beschermen voor corona. Hoe ga ik dit allemaal aanpakken.
hoe meer stress ik alleen maar voor mezelf opbouw. Het is ook niet dat ik ervoor wegloop, want ik ervaar het gewoon echt niet. Ik ervaar die stress gewoon echt niet daarvoor. Ik moet ook eerlijk zeggen dat alles zo snel gaat. Dat ik nu 18 weken ben, vind ik echt bizar. Dat is gewoon op de helft al. Dus ik wil van elk moment genieten. En dat kan alleen maar door present te zijn en door in het nu te leven. Door nu te kijken wat er speelt. En niet me constant zorgen te maken over de toekomst. Dus nou, als hij of zij er is, dan kijken we dan wel hoe we dan omgaan met de maatregelen of whatever er dan in de wereld allemaal gebeurt. Maar dat is een zorg voor dan, niet voor nu. Hoe gaat de zwangerschap in combinatie met je aandoening liggen, sclerosis, de scoliose waarmee je deelt en de hormonale acne die je voorheen had? Goeie vragen. Ik heb dus een aandoening lichen sclerosis. En even heel kort en bondig, dat wil zeggen dat de huid eigenlijk als het ware samengroeit bij mijn vagina. Hierdoor ontstaat littekenweefsel en de huid wordt heel strak. Dus ik wist eigenlijk vanaf het moment dat ik daarachter kwam dat ik die aandoening heb, dat als ik ooit zou bevallen, dat ik dat het liefst in een bad zou willen doen. Want bad maakt de huid wat soepeler en minder strak. Dus dat is zeker iets wat ik meeneem in mijn bevalplan. Nou moet ik zeggen dat ik voorheen eigenlijk altijd al heb geschreeuwd, ik wil in bad bevallen. En nu alleen maar sterker, doordat ik dus deze aandoening heb. Verder is het toch wel heel bijzonder dat ik nu eigenlijk helemaal geen last heb van mijn liggen. Tenzij ik iets eet of drink wat het voorheen altijd triggerde. Want dat triggert het nu nog 10 keer erger. In dat opzicht moet ik dat gewoon echt niet doen. Want anders heb ik echt wel heel veel last. Maar over het algemeen heb ik dus helemaal geen last van mijn liggen. En toevallig hebben 2 van mijn vriendinnen ook liggen. Wat heel gek is, want het is echt een hele specifieke ziekte die niet veel voorkomt. Maar die vriendin zei dus, hoe zit het nu met je liggen? Dus ik zei, ja, ik heb er helemaal geen last van nu. Zij zei, ja, dat komt omdat jouw lichaam herkent dat 50% van de baby dus niet eigen is, want dat is van Felix. Dus je auto-immuunziektes, die liggen allemaal op een laag pitje, omdat je lichaam zoiets heeft van, weet je, tranquilo. En toen ik dat hoorde, dacht ik, what the fuck? Ja, ik kan echt versteld staan om the body of a woman. Dus nee, ik heb er geen last van. Wat betreft mijn scoliose, ik moet naar een... wat was de naam ook alweer? Volgens mij... anatheïst? Die kan voor mij kijken waar de bocht precies zit. En mocht ik bij de bevalling een ruggenprik willen, kunnen ze dus kijken of dat mogelijk is of niet. Of dat het op een andere manier zou moeten. Dus dat is eigenlijk het enige. Waar ik wel een beetje bang voor ben, zijn de rugklachten die later zullen komen. Als ik dus echt een grotere buik heb. Want ik heb nu al dagelijks rugklachten door mijn scoliose. Dus dat worden gewoon extra bezoekjes aan een chiropractor of een fysio. En mijn hormonale acne is zeker teruggekomen in mijn eerste trimester. Toen had ik best wel veel onzuiverheden op mijn wangen. Maar nu, my skin looks amazing, al zeg ik het zelf. Dus nee, nu geen last meer van. Ben je gestopt met roken speciaal voor de zwangerschap? Heb je daar moeite mee? En zal Felix nu ook stoppen met roken? Ik ben niet specifiek voor de zwangerschap gestopt met roken. Ik denk dat ik ongeveer 3 maanden voordat ik zwanger werd stopte met roken. Oh, met blowen trouwens. Ik rook al heel lang niet meer. Dat was niet met de gedachte, ik wil een kindje, dus ik ga stoppen met blowen. Dat was echt omdat ik het zo zat was dat ik elke dag aan het blowen was. Mijn hele leven stond eigenlijk op stil, omdat ik elke dag te veel aan het roken was. Want het was ook niet 1 joint per dag. Het was gewoon een gram samen met Felix per dag of meer. Dus nee, het was niet specifiek voor de zwangerschap, maar dus wel ruim op tijd voor de zwangerschap. Waardoor het nu eigenlijk heel chill is, want ik crave er niet naar. Nee, ik mis het echt totaal niet. Felix die is zeker van plan om te stoppen met roken. Blowen is hij eigenlijk ook gestopt mee. Dat doet hij zo nu en dan heel af en toe met vrienden. Al lang niet meer dagelijks. En met roken, ja, V is wel echt, het is of zwart of wit. Dus of hij stopt in 1 keer of hij rookt gewoon knijterveel. Dus hij is ook niet van plan om te gaan minderen. Hij wil op een gegeven moment gewoon echt stoppen. Dus nu kan hij nog even paffen en op een gegeven moment is het gewoon klaar. Eet je nog steeds vegan en ben je van plan dit door te geven aan je kindje? Er zijn dingen die ik bewust niet deel op het internet, omdat je kan het gewoon nooit goed doen in mensen hun ogen. Ik eet al best wel lang niet meer volledig vegan. Dat kwam omdat ik heel erg een slechte relatie met eten aan het opbouwen was. Ik zag heel erg op tegen eten. Ik vond op een gegeven moment gewoon niks meer lekker of smakelijk wat ik kon eten. Door mijn vele intoleranties werd het eigenlijk een beetje onmogelijk om
om volledig vegan te eten met een fijn gevoel. Dus at ik telkens meer kip, hier en daar wat vis. En dat was in het begin heel lastig, maar gaat nu eigenlijk wel beter. Ik merk ook dat mijn band met eten een stuk beter is. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. En ik ben zelf sinds, ik denk een week, weer begonnen met vlees eten. En dan probeer ik wel echt alleen biologisch vlees te eten. Maar de reden hiervan is dat mijn lichaam blijkbaar heel veel moeite heeft met supplementen opnemen. Dus ja, ik kan ijzer slikken wat ik wil, maar het gaat waarschijnlijk heel lang duren voordat dat voorraadje wordt aangevuld. Ik heb natuurlijk wel een ijzerinfuus gehad, maar ja, dat is niet iets wat voor altijd werkt. Dus ik moet het wel bijhouden. Dus voor nu leek dit de meest logische optie. Voor mijn gezondheid en voor die van de baby. Ook dit vond ik in het begin heel lastig. Ik moest echt wel een mentale drempel over. En soms nog steeds. Ik moet eigenlijk gewoon niet te veel nadenken als ik het aan het eten ben. Maar ik wil zeker niet elke dag vlees eten. En dat doen we ook niet. Ik vind heel veel vegan recepten alsnog lekker. En dat wil ik ook aan het kindje meegeven. Hoe wij eten, zo zal het kind ook gaan eten. En tuurlijk zal ik op een gegeven moment uitleggen waarom ik dan vaker veganistisch kook dan vlees. En dan is het aan haar of hem om te beslissen wat hij of zij met die info doet. En of hij of zij dan nog steeds vlees wil eten of helemaal niet meer. Dat is niet iets waar ik over ga. Vind je het eng dat de dynamiek in je relatie straks verandert als de baby er is? Nee. Echt totaal niet zelfs. Ik weet dat best wel wat vrouwen hiermee worstelen. Omdat ze het eng vinden dat ze misschien hun liefde en tijd met hun partner kwijtraken. Maar ik heb er eigenlijk heel veel zin in om Felix als vader te zien. Weet je, in het leven is het normaal dat er verandering plaatsvindt. En zonder verandering is er ook geen groei. Dus ik geloof dat onze dynamiek zeker zal veranderen. Maar dat het alleen maar voor groei zal zorgen. En ik wil zeker proberen om onze maandelijkse surprise dates erin te houden. Om alsnog heel veel tijd met Vee door te brengen waar we kunnen. Want ik geloof wel dat het heel belangrijk is dat wij als koppel stabiel zijn. Want daar kan ons kindje alleen maar van leren. Als hij of zij ziet hoeveel liefde er tussen ons is, dan inspireert dat hem of haar hopelijk om ook voor zoveel liefde te gaan en nooit te gaan voor minder. Hoe ziet je dag er nu uit? Heb je nog steeds een ochtendroutine? Nee, zeker niet. Ik ben super blessed dat ik mijn eigen dagen kan invullen. Want zoals ik al zei, ben ik nog steeds heel erg misselijk. De ochtenden zijn echt nog wel heel zwaar. Ik ben ook nog steeds heel vermoeid omdat mijn ijzerinfuus niet volledig is aangeslagen. Dus ik slaap eigenlijk heel erg veel. Mijn dag bestaat voornamelijk uit op de bank of in bed liggen nu. Ik hoop natuurlijk dat dit zo snel mogelijk verandert en ik gewoon weer lekker buiten kan wandelen wanneer ik wil. Ik lekker naar de supermarkt kan zonder dat ik buiten adem raak. Hier en daar misschien weer wat yoga kan doen, want ik mis het gewoon om mijn lichaam te kunnen bewegen. Dus ik voelde me in het begin misschien een beetje schuldig dat ik niet heel veel van de zwangerschap kon genieten. Maar nu denk ik, ja, yo, ik lig op de bank omdat het nu gewoon beter voor mij is. Dus ik heb daar wel inmiddels wel vrede bij. Verder mediteer ik nog wel. Ik journal nog steeds. En dat zijn ook dingen die ik er gewoon in wil houden. Want door middel van mijn meditaties heb ik ook het gevoel dat ik nog meer connect met de baby. En daar nog meer op kan focussen. Dus ja, dat zijn zeker dingen die ik gewoon nog steeds erin wil houden. Dan naar vragen over de baby zelf. Weten jullie het geslacht van de baby al en heb je een voorkeur? Wij weten het geslacht al. Dit was een hele spannende dag. Wij hadden absoluut geen voorkeur. Ik moet zeggen dat wij één meisjesnaam echt al jaren tegen elkaar zeggen. Waardoor het soms al een beetje voelde alsof we gewoon al een klein meisje bij ons hadden. Dus we hadden misschien stiekem een voorkeur omdat we die naam gewoon heel graag wilden gebruiken. Omdat ik jongensnamen heel erg lastig vind. Maar op die naam na hadden we zeker geen voorkeur. Wanneer gaan jullie het geslacht bekendmaken en wat is de reden dat je het nu geheim houdt? De reden dat wij dit geheim houden is omdat het heel erg fijn is om iets te hebben wat alleen wij twee weten. Kijk, nu weten onze vrienden en familie het ook. Maar alsnog is die bubbel dan heel erg klein. Weet je, ik deel al zo onwijs veel. Dus het is ook wel lekker om iets privé te hebben. Maar ik ben zeker van plan om het uiteindelijk met jullie te delen. En dan ook nog wel voor de bevalling. Ik ga natuurlijk filmen hoe ik een babykamer inricht. En wat voor dingetjes ik koop. En er zullen vast dingen tussen zitten die
erop gaan wijzen dat het een meisje of jongetje is. En ik wil gewoon niet dat het dan toevallig in een kamer ligt en jullie het net zien op de achtergrond of zo. Ik wil het gewoon zelf naar buiten brengen. Maar voorlopig gewoon nog even niet. Hebben jullie al babynamen bedacht? Ja, we hebben dus één jongensnaam en één meisjesnaam. De meisjesnaam die hadden we dus al jaren. De jongensnaam, ja, ik vond de jongensnamen dus gewoon echt super lastig. Dus eigenlijk bijna niks wat ik leuk vind. Ja, ik vond Felix heel leuk, maar ik wil geen, nee. Ik wil gewoon dat mijn kindje een eigen naam krijgt. Dus ik had op een app een lijstje met namen. Daar had ik er een paar van geliked die ik het leukst vond uit de lijst. Maar het was nou niet dat ik ze allemaal tering leuk vond. En ik weet nog dat ik dat lijstje aan Felix liet zien. En dat ik bij één naam dacht, nou, deze kan ik er eigenlijk net zo goed uithalen, want dit gaat hij toch niks vinden. En toen zei hij uit zichzelf, zonder dat ik er wat van had gezegd, wow, dit is zo'n leuke naam. Ik denk wel dat dit hem is gewoon. En toen was ik zo blij, want dat was eigenlijk ook stiekem wel mijn favoriete naam. En die vond hij dus ook gewoon super leuk. Dus we hebben één meisjesnaam en één jongensnaam. Voel je de baby al? Nee, ik voel de baby nog niet. Althans, qua kikjes niet, hè. Energetisch gezien voel ik zeker dat er wat zit. En maak ik door middel van het praten met de baby voor mijn gevoel aardig al contact. Maar ja, hier en daar voel ik soms wat lichte drukjes of duwtjes of popjes. Maar ik durf nou niet te zeggen of dat gewoon mijn darmen zijn of de baby. Dus ik denk dat het nog net te vroeg is om iets te voelen. Dus misschien nog een week of twee en dat dan het eerste kikje of belletje of whatever ineens naar voren komt. Dan hebben we een paar vragen over de bevalling. Ben je bang voor de bevalling? Ik ben niet per se bang voor de bevalling, maar het is ook niet dat ik me er heel chill over voel op het moment. Ik kan het een beetje vergelijken met rijlessen. In het begin heb je totaal niet het idee dat er ooit een dag komt dat je je vertrouwd gaat voelen in deze auto en denkt, yo, I got this. Kom maar op met het rijexamen. Maar die dag komt toch echt. Op een gegeven moment ben je gewoon wel comfortabel in je auto en denk je wel van, oké, ja, let's go. Dus ik denk dat het ook wel zo gaat zijn met de bevalling. Voor nu ben ik gewoon nog best wel niet onzeker, want ik weet dat mijn lichaam dit kan en hiervoor is gemaakt. Maar ja, ik voel nog wel heel erg van, oké, ja, het gaat toch wel echt gebeuren, weet je wel. Maar ik geloof dat dat met de dag minder zal worden. Dus dat ik telkens meer het gevoel heb van, I'm gonna give birth. Daar ben ik voor gemaakt. Ik heb alle vertrouwen in mijn lichaam. Het voelt goed. Ik ga dit doen. Ik kan dit doen. Ik heb er zelf zin in. Dus tot die tijd ben ik gewoon geduldig. Wil je thuis of in het ziekenhuis bevallen en met of zonder medicatie? Ik wil dus het liefst in bad bevallen. Thuis lijkt me heel magisch. Heel vertrouwd, heel erg mijn eigen plekje en ja, gewoon wel echt een safe space voor de baby ook. Dus ik denk dat ik daar wel voor ga aimen. Kijk, als het niet lukt, dan gaan we alsnog naar een ziekenhuis, prima. Maar dan wil ik wel gewoon mijn eigen bad mee. Ik wil wel ervoor zorgen dat ik in ieder geval in bad kan bevallen. Als ik dat zou willen. Kijk, misschien voelt het op dat moment niet goed. Maar ik wil wel die optie kunnen hebben. Want ik weet ook dat er ziekenhuizen zijn waarbij het bad bijvoorbeeld altijd al naar een ander is of er geen ruimte is voor een bad. Dus we hebben bijvoorbeeld wel al gekeken naar een ziekenhuis waar ik wel een bad mee zou kunnen nemen. En waarbij het eigenlijk bijna nooit voorkomt dat je dan dus niet meer kan bevallen in bad. En of ik het natuurlijk wil doen of met medicatie, allerliefst natuurlijk. Ik geloof toch wel echt in de kracht van de vrouw en dat wij hiervoor zijn gemaakt. Ik ben daarentegen best wel, ik heb best wel snel pijn. En ik vind het nu ook best wel spannend, omdat ik nu natuurlijk heel snel uitgeput raak. Ik hoop dat ik nog genoeg tijd heb daartussen om mijn conditie een beetje op te krikken. Omdat, nou, bevallen is natuurlijk gewoon heel zwaar. Dus tuurlijk hoop ik dat het natuurlijk kan. Maar ik sluit gewoon niks uit. Want ik wil niet dat ik op die dag denk, hé, godver, ik moest het natuurlijk doen, maar het lukt me gewoon niet. En nu moet ik wat anders gaan doen. Nee man, ik laat het gewoon volledig op me afkomen. Als het niet natuurlijk lukt, dan lukt het niet natuurlijk. We zijn bijvoorbeeld wel aan het bespreken dat het een optie zou kunnen zijn dat ik eerst thuis probeer te bevallen. En als het toch echt niet gaat zonder medicatie, dat we naar het ziekenhuis gaan met het bad en dan lachgas erbij vragen. Omdat dat niet schadelijk is voor de baby. De rest van de medicatie is dat wel.
in a way. En dat vind ik gewoon niet een heel fijn idee. Dus ja, we zijn er gewoon al wat over aan het babbelen, maar nog niks staat vast. En wat ik al zei, ik wil niks uitsluiten. Ik wil het gewoon op die dag helemaal over me heen laten komen. En dan het laatste kopje, opvoeding. Is er iets wat je anders zou willen aanpakken dan de opvoeding die jij van je ouders hebt meegekregen? Om heel eerlijk te zijn, wil ik alles anders aanpakken dan de opvoeding die ik zelf heb meegekregen. Ik weet dat mijn ouders het hebben gedaan op de manier die voor hun het beste was. Maar ik moet zeggen dat ik mij gewoon wel heel vaak een soort zwart schaap heb gevoeld. Beetje het buitenbeentje, omdat er vaak dingen werden gezegd als je bent emotioneel of je bent te serieus. Laat het gewoon zitten, zet je er overheen. Ja, dat gevoel wil ik mijn kindje gewoon echt niet geven. Ik wil dat hij of zij weet, dat hij of zij alles met me kan bespreken en dat ik altijd oor zal hebben voor hem of haar. Ja, dat hij of zij zich gewoon echt welkom voelt. Want, nou ja, acties als een paar keer uit huis gezet worden of een brief krijgen dat je ouders hebben aangegeven dat je niet meer bij hun woont, bij de gemeente, maar daar nog wel ingeschreven staat. Waardoor je dus nergens ingeschreven staat en een probleem hebt. Of een advocatenbrief op je dak krijgen van je ouders. Ja, dat zijn gewoon dingen die ik heb meegemaakt en die ik mijn kind never, ever wil aandoen. Dus in die zin wil ik eigenlijk alles anders aanpakken en ervoor zorgen dat hij of zij zich echt geliefd voelt omdat hij of zij zichzelf is. Niet omdat ik hem of haar wil creëren tot een soort schepsel wat voor mij perfect is. Nee, ik wil dat het kindje gewoon volledig zichzelf kan zijn en ik hem of haar daarin volledig kan steunen. Wat zijn de belangrijkste lessen die je kindje mee wil geven? Nou, wat ik net zei, dat hij of zij dus volledig zichzelf mag zijn en dat helemaal oké is en ik er ben om hem of haar te supporten. Dat alles mogelijk is, omdat jij je eigen realiteit creëert en dat morgen niet gegeven is, dus dat je elk moment moet waarderen. Ik denk dat dat wel de main soort van mantra's zijn die ik wil meegeven. En dan heb ik het nog niet eens over dat je respectvol moet zijn naar anderen en zo. Ja, dat is voor mij zo vanzelfsprekend. Maar ik denk dat dit wel de drie soort van key points in life zijn die mij ook de dag door laten komen. En ik denk wel ervoor hebben gezorgd dat ik niet verbitterd ben geworden naar alles wat ik heb meegemaakt. Maar eigenlijk juist alleen maar meer vanuit liefde leef. En dat wil ik mijn kindje ook gewoon meegeven. Dat dat echt wel een hele fijne manier is van leven. Vind je het moederschap eng door de trauma's die je zelf hebt meegemaakt? En hoe is het om dit zonder moeder te moeten ervaren? Ik was 5 weken zwanger toen ik achter een nieuw trauma kwam. Dus dat was heel zwaar. En ik moet ook wel zeggen dat ik toen heel erg het gevoel had van wat nou als ik niet uit dit gevoel kom? Wat nou als ik niet uit deze sleur kom? Ik voel zoveel woede, zoveel verdriet, zoveel pijn. Hoe ga ik hier op tijd van kunnen helen voor mijn baby? Maar uiteindelijk heeft mijn zwangerschap er juist voor gezorgd dat ik met zo'n andere blik naar dingen kan kijken. Ik heb echt een soort helikopterview gekregen en besef nu gewoon dat ik daar echt doorheen moest op dat moment. Om ervoor te zorgen dat ik het kan afsluiten, achter me kan laten en me kan focussen op mijn gezin. Dus ik vind het moederschap niet eng door mijn trauma's. Nee, zeker niet. Ik heb juist het gevoel dat ik alles heb moeten meemaken wat ik heb meegemaakt om uiteindelijk de beste moeder te kunnen zijn. Dus ik voel me er alleen maar sterker door. En hoe is het om dit zonder moeder te moeten ervaren? Mijn moeder en ik waren heel erg hecht. Dus ik weet dat als wij nog steeds in contact zouden zijn met elkaar, dat zij mij elke dag zou vragen, hoe gaat het met je? Of laat je buik zien? Moet ik voor je koken? Dus als ik daarover nadenk, vind ik het zonde dat ik dat nu niet heb. Maar het is niet dat ik het heel erg mis of dat ik er heel veel behoefte aan heb, omdat ik gewoon al zo gewend ben dat het er niet is. Voordat er vragen komen als, is het dan niet een mooi moment om de band weer op te pakken? Nee, er zijn echt heel veel dingen gebeurd recentelijk die erop wijzen dat het gewoon niet veilig is voor mij om hun in mijn leven te betrekken. En al helemaal niet bij het leven van mijn baby. Dus het is wat het is. En weet je, het maakt de ervaring niet minder mooi.
Het maakt mijn leven niet minder compleet. Ik heb heel veel mensen om me heen die mij volledig steunen en die soort van moederrol kunnen vervullen op hun eigen manier, stukje voor stukje. En dat allemaal bij elkaar zorgt ervoor dat ik helemaal niks tekort kom. Ga je het kindje delen op social media? Felix en ik hebben het hier veel over gehad in het begin. Of in het begin, gewoon in onze relatie voordat ik zwanger was. Toen zeiden we eigenlijk altijd allebei ja, nee, ik wil dat echt niet doen, want veiligheid, Maar ja, nu zit er een kind in mijn buik en puntje bij paaltje komen we er telkens meer achter dat het waarschijnlijk heel moeilijk wordt om het niet te doen. Omdat we nu al zoveel trots voelen voor het kind wat er nog niet eens is. Dus ik gok dat we gewoon alles gaan delen. En ik denk ook dat ik liever zelf het gezicht van mijn kindje laat zien. Dus dat ik dat zelf gewoon al doe. Dan dat ik dat heel erg bescherm en heel erg niet doe. En dat andere mensen foto's van hem of haar maken en online zetten. Want ja, er zijn gewoon echt heel veel rotte appels in deze wereld. We hebben ook te maken gehad met mensen die onze announcement voor ons wilden gaan doen. Dus wij kregen letterlijk een bericht van Fannyx dat zij een berichtje kregen met... Nou, we hebben nieuws, Jean-Felix wordt vader. Ja, bizar. Welke kwaliteiten van Felix hoop je terug te zien in de baby? Ik hoop dat de baby zijn drive meekrijgt. Als Felix iets wil, dan gaat hij er volledig voor. Wij sluiten zo goed bij elkaar aan, omdat we allebei geloven dat je heel erg je eigen realiteit creëert. Verder is Felix iemand die echt in elk detail aan de mensen denkt waarvan hij houdt en waar hij om geeft. Heel erg op zijn eigen manier. Dus het is misschien niet dat hij je appt met... Hey, yo, je had dit gisteren. Hoe voel je je nu? Dat kan je niet van hem verwachten. Maar hij doet het gewoon heel erg op zijn eigen manier. Dus als hij ergens kan helpen, dan doet hij dat. En dat vind ik zo mooi aan hem. Hij is er echt door dik en dun voor mij. En ik kan altijd op hem rekenen. Hij is mega loyaal. Dat zijn allemaal dingen die ik hoop dat mijn kindje van hem meekrijgt. En natuurlijk zijn looks. Cause all done. En dan de allerlaatste vraag voor nu. Ik krijg zelfs een beetje keelpijn van het veel praten. Waar kijk je het meeste naar uit? Waar kijk ik het meeste naar uit? Elke nieuwe dag. Het is heel bizar dat vanaf het moment dat ik zwanger ben, elke dag mega nieuw is voor mij en voor Felix. We hebben nog nooit te maken gehad met een zwangerschap. Dus weet je, alles wat ik voel, alles wat erbij komt kijken, wanneer de baby groeit, alles is nieuw en dit gaat gewoon voor altijd zo zijn nu. Want nou ja, als ons kindje een dag is, als ons kindje een week, een maand, eerste stapjes, eerste lachje naar school, op vakantie met z'n allen. Alles gaat nieuw zijn en ik heb letterlijk overal zin in. Ik kijk overal naar uit. Gewoon om dit samen te doen, om het kindje eindelijk vast te kunnen houden, te kunnen ruiken, te kunnen zien, verliefd te kunnen worden op het kindje. De band te zien tussen Mushi en het kindje. Nou, er is te veel om op te noemen waar ik naar uitkijk. Ik kijk uit naar alles. Het is heel makkelijk om me nu gewoon super grateful en blessed te voelen. Want ik geloof bijna niet dat er iets mooiers dan dit bestaat. En ik ben gewoon echt zo dankbaar dat ik dit mee mag maken. En dat ik mama word. Ik ben gewoon echt heel blij. Ik denk dat voor nu wel even genoeg vragen waren. Ik zal in mijn vlogs ook nog genoeg delen. En ik vind het heel spannend en heel leuk om deze reis met jullie te delen. Het is iets heel intiems, maar ik zal zeker delen wat voor mij goed voelt. I'm just so excited voor alles gewoon, wat er nog gaat komen. En jullie zullen het allemaal meemaken. Heel erg bedankt voor het kijken. En nogmaals heel erg bedankt voor alle liefde. Nothing goes unnoticed. Ik zie echt bijna alles. Ik kan niet op alles reageren, maar ik ben wel echt heel dankbaar voor alles. So thank you from the bottom of my heart. En ik zie jullie in de volgende.